5000 jaar kralen. Gaan we kijken naar sieraden of naar geld? Het zijn heel veel sieraden uit heel veel verschillende tijden. Maar het zijn niet alleen maar sieraden, want kralen worden ook gebruikt om dingen te beschermen. En ook om iets te onthouden. En dan moet je ook denken aan gebedskralen bijvoorbeeld. Hier liggen kralen van allerlei verschillende materialen, want kralen worden natuurlijk gemaakt van glas, maar zeker ook bijvoorbeeld van natuurlijke dingen zoals schelpen, van barnsteen, bergkristal, edelstenen, metaal. En hier liggen eigenlijk uit 5000 jaar meteen al kralen van allerlei verschillende soorten materiaal. Wat vind je zelf de mooiste hier? Ik vind de combinatie van barnsteen en blauw glas zelf heel mooi. En het leuke is dat het ook samen is gevonden met een ketting en ook met een skelet. Dus dat we ook eigenlijk weten precies wie dit gedragen heeft. En dat ook een man is. Heel veel mensen denken bij kraal natuurlijk meteen aan vrouwen. Dus, Ja. En die ronde ketting met die punten, dat lijken wel pijlen. Nee, het zijn hangers in de vorm van vuursteen, lijkt het inderdaad een beetje op. En het zijn staafkralen en gewone kralen. En deze zijn allemaal gemaakt van brons. Dus het zijn metalen kralen. En je ziet dezelfde kralen in glas nagemaakt worden later. Dit is een ander gebied vooral en een andere tijd. Dus wat je ziet zijn kralen met name uit het Midden-Oosten, uit Egypte en uit de klassieke wereld. Want de kralen in de tentoonstelling zijn eigenlijk voor 90% in Nederland opgegraven. Maar de eerste vitrine laten we eigenlijk zien wat er verder in de collecties van dit museum zit. Het leuke is dat die kralen ook overal terugkomen, want deze kralen zijn gebruikt in het Midden-Oosten. Maar kralen die daar gemaakt zijn, komen ook gewoon in Nederland in de middeleeuwen en zo terecht. En hier zie je ook een beeldje staan van 4000 jaar oud, van een prins, ook weer een man. Die kralen draagt. En je kunt heel goed zien dat zijn kralensnoer een hele grote kraal in het midden heeft. En dat hebben eigenlijk die kralensnoeren uit het Midden-Oosten allemaal, ook die er hangen. En dit zijn bijna allemaal kralen van edelstenen, maar ook hier zitten weer schelpjes tussen en metaal, zoals goud zelfs. En ook wel weer glas, dus je ziet die combinatie eigenlijk al terug. Heel veel oude kralen dus, maar ook meer nieuwe kralen? Ja, de opgegraven kralen in de tentoonstelling die zijn eigenlijk van de prehistorie van 5000 jaar geleden, 3000 voor Christus, tot en met de 17e eeuw. Maar we hebben het aangevuld met wat persoonlijke kralensnuren, dus mensen die echt hun eigen verhaal vertellen. En ook moderne kralenkunst, dus Floor Kaspers, een kunstenares uit Den Haag, maakt kunstwerken van kraaltjes, hele kleine kraaltjes, die allemaal aan elkaar verbonden worden. En hier liggen en staan 5 van haar kunstwerken. En ze heeft uitgeteld dat daar meer dan 1,5 miljoen kraaltjes in zitten. Zo. En ze werkt, zoals je ziet, ook weer met kleur, hè, de mogelijkheden van de kleur, maar ook met beweging. En ja, ze zegt zelfs dat je het eigenlijk altijd moet aanpakken. Het is eigenlijk wel jammer dat dat niet kan. En toen ze het kwam brengen, mochten we er dus gewoon ook allemaal even, zeg maar, mee spelen. En het mooiste vind ik die blauwe, die heet Esfahan. Die heeft ze gebaseerd op tegels in een moskee in Iran. En dat zijn een soort driehoekjes die alle kanten op kunnen vouwen. Dus nu staat hij op één manier, maar je kan hem ook oprollen en je kan hem ook opvouwen. En ik zie een lint. Is dat ook een kralenketting? Of is dat, nou, dat is haar coronatijdlint. Zij is begonnen toen in de eerste lockdown in 2020. Ze begonnen met elke dag het aantal besmettingen en het aantal doden uiteindelijk om dat een kleur te geven in een oplopende lijn. Dus wit is niks en zwart is het ergste. Dat heeft ze elke dag gedaan tot met eind december 2021. En ze heeft er zelf ook één puntje op gezet op het punt dat iemand die zij goed kende aan COVID is overleden. En ook één puntje toen ze de eerste vaccinatie zelf kreeg. Maar ik vind zelf een heel mooi, bijna archeologisch ding met wat mij doet denken aan de jaringen van een boom. En ja, wat ik wel zelf ook heel mooi vind is hoe dit helemaal van kralen is, maar zo lijkt op bijna een theedoek of iets dergelijks. Dit is haar bollevelden impressie. En hoe zie je hoe tactiel die kralen ook zijn en hoe dat mooi verschuift als je dat hanteert, zeg maar. Ja. Ik zie hier een soort sieradenkistje. Ja, dit zijn kralen en kralenkettingen uit Romeinse sarcofagen, dus uit graven uit de 2e en 3e eeuw na Christus. En die vind je eigenlijk niet los in zo'n grafkist, maar die worden in een kistje meegegeven. Eigenlijk een persoonlijk sieradenkistje. En dit kistje is heel bijzonder omdat het bedekt was met schildpadschild. En dat is heel kwetsbaar. En er is dus een reconstructie gemaakt met fotootjes van de dingetjes die eromheen liggen. Om te laten zien hoe het op dat kistje zit, ook mooi met dat slotje.
En dit kralensnoertje en die hele kleine kraaltjes en dat gouddraad zat daar dus in. En we hebben in de tentoonstelling ook een afbeelding hangen, een Romeinse afbeelding ook van een muurschildering, waar je ook een vrouw ziet die uit zo'n kistje een kralensnoer laat zien. En ik zie hier een ketting, en daar heb ik van begrepen dat die vanochtend is binnengebracht. Ja, dus het allerlaatste bruikleen wat binnen is gekomen, is vanochtend zelf door de bruikleengeefster gebracht. Een meisje dat Lieselotte heet. En dit is haar kanjerketting, zoals dat heet. En dat heeft te maken met kinderkanker. Kinderen die kanker hebben, krijgen zo'n ketting met hun naam. En dan krijgen bij elke behandeling een kraal. Dus bij een prik, bij een chemo, bij een bestraling, als ze op hun kamer moeten blijven, als ze in isolatie moeten. En voor elk type behandeling is er een kraal. En die worden dus aangeregen. En daarmee kunnen zij trots zijn op wat ze allemaal doorstaan hebben. Maar kinderen kunnen van elkaar, dus in het ziekenhuis bijvoorbeeld, ook zien wat ze meegemaakt hebben. Is ze genezen uiteindelijk? Ja, zij is nu kankervrij, ja. Zijn deze kralen ook in zand gevonden, dat ze op zand liggen? Ja, dat geldt bijna voor alle kralen in de tentoonstelling, dat ze opgegraven zijn. Dus dat ze honderden en soms duizenden jaren in het zand of in de klei hebben gezeten. Ja. 400 tot 800 na Christus, dan worden die kralen allemaal in graven gevonden. Dus die zijn meegegeven aan een overledene door de nabestaanden. En het is waarschijnlijk dat een groot deel daarvan ook bij die persoon hoorde. En dat weten we omdat je in deze snoeren kunt zien dat er heel veel kralen gecombineerd zijn. Niet alleen van verschillende materialen, barnsteen, bergkristal, fossieltjes zitten erbij. En heel veel glas, maar ook edelstenen en half edelstenen. Kralensnoeren zijn eigenlijk opgebouwd uit kralen die van verschillende plekken komen en uit verschillende tijden stammen. En daarmee zijn die kralen mogelijk de gedurende leven voor of door iemand verzameld in een kralensnoer, wat daarmee ook heel persoonlijk wordt. En wat dus om die reden bij die persoon is meegegeven toen deze stierf. Wat ik zelf heel leuk vind is dat deze echt uit heel Nederland zijn. Ze liggen ook echt van Maastricht tot Verwerd en Loppersum. Er liggen zelfs nog Franse en Duitse en Hongaarse kralen. Het lijkt allemaal best heel veel op elkaar. Het is allemaal heel gemengd en heel druk en heel kleurrijk. En dit is dus echt een soort Europese mode in de vroege middeleeuwen. En daar hangen de prenten van degene die ze droegen. Ja, dit zijn wel uit de late middeleeuwen, dus dan spring je eigenlijk meteen naar ongeveer 1500. En daar zie je heel veel mensen kralen dragen of kralen gebruiken. Want kralen zijn niet alleen sieraden natuurlijk, maar inderdaad ook gebedskralen. En in zijn handen zie je bijvoorbeeld die gebedskralen terug. Dat zijn dan weer meer rozenkransen? Ja, gebedskralen is een beetje een algemene term. Rozenkrans is echt specifiek katholiek. We tonen bij de persoonlijke verhalen ook een islamitisch gebedsnoer, een tasba. Dus die heet eigenlijk in elk geloof weer anders, want ook in hindoeïstisch, boeddhistisch komen gebedskralen veel voor. Dit is een gebedenboek. Een gebedenboek wat gedateerd is in 1520, dus datum staat erin. Dat is heel bijzonder, het is een handgeschreven boek. En daar staan rozenkransen in de marge afgebeeld, van bloedkoraal gemaakt. En hier staat uitgelegd hoe je de rozenkrans bidt. Dus drie rondjes van kralen. En op de grote kraal moet je een scène uit het leven van Maria of het leven van Christus overdenken. En wat ik heel bijzonder vind, is dat er dus bij dit boek nu ook echt rozenkransen liggen. Die zijn opgegraven in Den Bosch en die uit precies dezelfde tijd dateren. Dus je combineert eigenlijk verschillende soorten bronnen, archeologie met kunst, waardoor je eigenlijk kunt zien hoe ze dat deden in die tijd. Ik herken een soort boze oog uit het Midden-Oosten. Ja, het zijn kralen die ogen hebben, ogen die naar buiten kijken. En soms hebben ze heel veel ogen en soms hebben ze één oog. Deze stammen dus echt uit heel veel verschillende periodes. Soms zijn het ook echt hele gezichten. En het idee is dat die inderdaad het boze oog afweren. Dus niet zijn, maar afweren door naar buiten te kijken. En het laat heel mooi zien hoe kralen mensen kunnen beschermen. De mensen die ze dragen. Omdat in feite die kralen voor jou uitkijken. En hoe meer ogen naar buiten kijken, hoe beter je beschermd bent. Dat is dus een traditie van duizenden jaren waar je specifiek kralen voor gebruikt. En waar werden de kralen gemaakt? Kralen worden overal en nergens eigenlijk gemaakt. Er zijn echte kralenwerkplaatsen op een gegeven moment waar echt duizenden, zo niet honderdduizenden kralen op een dag gemaakt kunnen worden. Je hebt eigenlijk heel veel kralen
centra. Die worden in de late middeleeuwen gedomineerd door Venetië. En dat is nog steeds natuurlijk een plek waar veel kralen worden gemaakt van glas. En vanaf 1600 is Amsterdam eigenlijk een van de grootste kralencentra ter wereld. En dit is een heel klein beetje afval uit een hele grote hoeveelheid afval van een kralenwerkplaats aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam, die in 1602 is begonnen. Maar in dat afval barst het ook nog van de kralen en van die staafjes, want uit die staafjes worden die kralen weer gemaakt. En deze grote kralen, dat is een ander verhaal, want die worden eigenlijk gebruikt om tuintjes van te leggen bij landhuizen. En dat zie je eigenlijk vanaf met name de 17e en in de 18e, 19e eeuw, is dat landhuizen vaak een wintertuin hebben die aangelegd is van kralen, in plaats van bloemen, zeg maar. En daar worden dus hele patronen gelegd van kralen. Als ze later gevonden worden, hebben mensen vaak gedacht dat ze gedragen waren. En er zijn hele verhalen over dat ze zo groot zijn en dat dat mode zou zijn. Maar die zijn dus helemaal niet gebruikt als sieraad, maar als bloemenperk, winterhard bloemenperk.